We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Aan het einde van de nacht kan lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen 28 november zal de ochtend een afwisseling laten zien van zon en bewolking. In de middag bestaat er kans op lichte tot matige en plaatselijk zware onweersbuien, met name in delen van het kustgebied en het binnenland. De MDS waarschuwt dat er kans is op lokale zware onweersbuien in het kustgebied en in het binnenland.